Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Op de achtergrond gameplay zie je natuurlijk Borderlands 3 en niet zomaar Borderlands 3. We zijn natuurlijk klaar met de game en achteraf we klaar waren, hebben we offscreen nog wat gegrind voor level 50. Dat is de gameplay die op dit achtergrondschermpje op dit moment te zien krijgt. En wat het ook is het is een soort missie waar je dus waves aan enemies en rondes moet completen. En het leek mij de beste manier om eventjes te grinden tot level 50. We waren level 47. We moesten nog wel eventjes door. We hebben ongeveer, zeker 2 uur lopen grinden achteraf dat we klaar waren nog. Het was een pain in the ass. We hebben de missie ook al eerder gedaan in een van onze Borderlands 3 video's. En toen was het al kut en het was hier niet heel veel beter. Maar we hebben het gewoon gedaan. We hebben een hele mooie trophy gehad. Dus het was naar mijn mening dubbel, maar dwars waard. Maar dat is de gameplay die jullie op het achtergrondschermpje gaan zien. Ik ga het vandaag gewoon lekker hebben. Ik ga gewoon lekker babbelen over Borderlands 3. Ik heb natuurlijk al een soort mini-review aan het einde van de vorige video gedaan. Samen met Captain Gotham, die heeft zijn gedachten ook een beetje daarover uitgewisseld. Maar zoals jullie weten doe ik altijd nog een officiële review nadat ik de games heb gedaan. En daar gaan we gewoon lekker mee beginnen, dames en heren. Ik heb natuurlijk Borderlands 1 hebben we gespeeld, we hebben Borderlands 2 gespeeld, we hebben Borderlands Pre-Sequel gespeeld. We hebben Tyranitina Assault on Dragon's Keep gespeeld. En nu hebben we ook Borderlands 3 daadwerkelijk gespeeld, helemaal uitgespeeld. We hebben even voor de grap gekeken hoe lang het ons geduurd heeft. Want het is natuurlijk altijd even communiceren wanneer Captain Gotham kan. Want ik heb heel de game samen met Captain Gotham gedaan. We zijn samen helemaal level 50 geworden. Er is geen één moment geweest dat ik alleen story progressie heb gemaakt, alleen side missions heb gedaan, alleen heb gegrind. Geen één moment. Dus altijd even communiceren van wanneer kan jij, wanneer kan ik. En dan kunnen we opnemen. We hebben natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheden thuis ook. Denk aan werk, denk aan de thuissituatie. Denk gewoon wanneer het mogelijk is gewoon om op te nemen, wanneer we vrije tijd hebben. Dus met alles dat erbij heeft het ons ruim 2 maanden geduurd om deze game uit te spelen. Dit gaat natuurlijk veel sneller als je zelf alleen speelt. Maar het was het totaal waard. Wat ik ook gewoon heb gezegd in mijn vorige Borderlands video's is toen dat het feit dat Borderlands is het leukste met vrienden. Het is gewoon zo. Het beste kun je Borderlands samen doen. Want het lijkt mij gewoon een enorme grind en pain in the ass om heel Borderlands alleen te doen. En ik zou het ook nooit alleen willen doen. We gaan ook Tyranitina Wonderlands, gaan we de nieuwste Borderlands die eruit is gekomen, gaan wij ook spelen samen, helemaal uit. Dus dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke tof. Maar dat is altijd wat ik van tevoren zeg in mijn review. Ga het met iemand anders spelen, want dat is het leukste, lijkt mij. Ik heb nog nooit Borderlands alleen gespeeld. Maar mijn inschatting is dat het misschien best wel snel repetitief en saai kan worden. En het is natuurlijk ook altijd leuk als je iemand hebt waarmee je dus coöperatief kan samenwerken. En dat is ook gelijk het punt waar ik eventjes een op de negatieve spijkers wil inslaan op deze game. En dat is de coöperatieve samenwerking. Want van alle Borderlands games die we hebben gehad, en misschien ook van alle series die we hebben gehad, dus daar reken ik niet eens alleen Borderlands mee. Daar reken ik gewoon It Takes Two, A Way Out, Sackboy, al die shit die we al hebben gedaan, reken ik ook mee. Dit is misschien wel de makkelijkste serie die wij samen hebben gespeeld. En misschien voor mijzelf ook een van de makkelijkere games die ik ooit heb gespeeld. En ik weet niet waar het aan ligt. Ik schat in, want dit was wel echt de game waar we naar uit hebben gekeken. Dus we hebben tegen elkaar gezegd, we gaan alle side missies doen. Althans, zoveel mogelijk side missies. We gaan zoveel mogelijk dingen van deze game bekijken. En we gaan ons zo sterk mogelijk maken als we maar kunnen zijn. Omdat we al die shit dus zo hard gegrind hebben, en dit ook gewoon de langste Borderlands serie ooit was, kan het misschien zo zijn dat we iets te OP zijn geworden voor de hoofdmissies. Maar then again, de hoofdmissies passen zich wel een beetje aan op welk level je bent, dus dat maakt in principe ook niet heel veel uit. In de vorige Borderlands hebben we natuurlijk ook gewoon een paar keer best wel flink gegrind, maar dat is gewoon anders. Want toen was het lang niet zo makkelijk. Het was coöperatief beter. Jij moet mij reviven, dan moet je mij dekken. Zorg dat je in de buurt blijft. Help even mee defenden. Dat soort dingen. Wat Borderlands 1 en 2 wel hadden. En vooral de pre-sequel. Wat we in de pre-sequel hadden gedaan is ons expres een beetje een laag level houden. Zodat de content voor de hoofdmissies hoog waren. Dat je echt veel moest communiceren met elkaar. Kon je eigenlijk zo moeilijk en makkelijk maken als je zelf wilde. Maar met deze game was het
totaal niet aan de hand. Ik heb voor mijn specialty heb ik gekozen een robot. Die hebben jullie natuurlijk al de hele serie voorbij zien komen. Kon ik heel leuk upgraden. Was heel erg tof gedaan. Maar zwaar. Maar dan ook echt zwaar OP. Vooral als je hem geüpgrade had. Je kon 3 verschillende skill trees kun je upgraden aan die robot. Op een gegeven moment kon je ook achter op de robot zitten. Iemand anders kon ook achter op je robot zitten. Je kreeg meer heel erbij. En het zijn allemaal net te veel dingen ofzo. Waardoor het gewoon net iets te makkelijk wordt. En aan Captain Gotham's kant was hetzelfde. Captain Gotham had de specialiteiten met de dieren. Waar hij dus een diertje in het veld had die hem meehielp. En die kon hem dus ook reviven. Waardoor dus mijn taak een beetje in het nauw liep. En ik er maar een beetje voor spek en bonen bij zat. Omdat ik, ja... Hij werd 9 van de 10 keer gerevived door zijn eigen diertje. En snel ook. Echt immediately gewoon. Meteen. Weet je, dat soort shit. En ja, het voelde gewoon een beetje ieder voor zich. Tuurlijk was het leuk om het samen te doen. Absoluut. We hebben heel veel gelachen. We hebben hele leuke tijden meegemaakt. Heel veel memes zijn ervan gekomen. Dat zeker. Maar hadden we elkaar echt nodig? Nee. Absoluut niet. De enige keer waar ik echt het idee had dat we elkaar echt nodig hadden was in deze arena. En dit is by far het meest moeilijke dat we hebben gespeeld in heel Borderlands 3. Moeilijker als de eindbaas natuurlijk. Want de eindbaas ging ook gewoon binnen minuten neer. Gewoon. Dat moet niet kunnen voor een eindbaas. Dat hebben jullie gezien in de vorige video. Ik zag het al ik wel ver van tevoren aankomen. Want heel de game ging makkelijk. Elke eindbaas die we tegenkwamen ging zo snel mogelijk neer. Als hij maar kon neergaan. En ik kan me eigenlijk amper momenten herinneren. Weet je, je kunt bijna geen eindbazen echt herinneren. Het zijn niet memorable, omdat ze binnen een minuut neergaan. Hoe is een eindbaas dan memorable? Weet je, dat kan bijna niet. Je moet echt terug gaan kijken van, oh ja, toen deden we dat en deden we dat. We kunnen gewoon lullen tegen elkaar over ik die voor de grap 14-jarige op Tinder opzoek. Of pannenkoeken. En dat maakt allemaal leuk. En pannenkoeken die in een magnetron gaan, wat Captain Gotham niet vinden. Koffie met suiker en melk, wat Captain Gotham natuurlijk niet leuk vindt. Mijn ego die groot is. Al dat soort leuke contentgesprekjes die altijd grappig zijn. Maar die er wel van terechtkomen. Omdat je bent toch niet bezig met de gameplay. Want je hoeft je niet te concentreren op de gameplay. Je kunt gewoon hersenloos sprayen. Je hebt ook oneindig ammo bijna. Want ja, ammo krijg je er als een malle bij. Cash krijg je heel erg veel. Gewoon tot hoeveel je... We hadden op een gegeven moment miljoenen. Je weet niet wat je ermee aan moet. Dus het is helemaal niet tactisch meer. En ik moet wel zeggen in de New Game Plus. Dus als je de game hebt uitgespeeld. Dan had je iets van medium mode. Waardoor je de enemies zelf moeilijker kon zetten. En dat dat ook meer XP opleverde. Dat wel. Dus de replay value is heel goed. Maar... als je voor de eerste keer doorspeelt en je bent gewoon een beetje op level en je bent gewoon wat side missions mee aan het knallen, dan wordt het al gauw heel, maar dan ook echt heel makkelijk. En dat is eventjes mijn allergrootste kritiekpunt die ik heb over deze game. Ik kan het er niet hard genoeg in wrijven. Het is een easy game. Maar goed, genoeg negativiteit gehad over deze game. Dit is natuurlijk de hoogstaande Borderlands die we hadden. We keken er al uit sinds dat we Borderlands 1 aan het spelen waren. Dit moest de game worden. En dames en heren, om naar de positieve kant op te gaan, dat was het ook. Dit is, zoals ik al net had aangegeven, het is de langstlopende Borderlands serie die we hebben gehad. En het was heel erg enjoyable, om het zo maar te zeggen. Niet alleen de hoofdmissies, maar ook de side missies waren heel erg geüpgrade, waren interessanter, voegden veel meer toe aan het verhaal. In plaats van bij Borderlands 1 dat je wapens moest gaan verzamelen ofzo. Of dingen weer moest gaan zoeken, of weer ergens naar een area toe moest om een paar enemies neer te knallen en dan kon je weer terug. Nee. Deze game had hele leuke uitgebreide side missies. Denk bijvoorbeeld aan side missies waar je letterlijk een VR headset op doet en gewoon tegen een hele hoop enemies moet gaan vechten in virtual reality. Of je komt hele andere gave locaties tegen die je anders totaal niet tegen zou zijn gekomen. Heel erg uitgebreid en heel zonde als je het over zou slaan. Dus daarom dat we ook zoveel mogelijk side missies in één keer mee wouden pakken. Omdat, ja, zo zag je natuurlijk gewoon het meeste van de game. Het hoofdverhaal is ook interessant om te volgen. Voegt ook heel erg veel toe aan het verhaal. Dus dat is ook echt super tof om mee te maken. Heel veel characters die leuk zijn. Specialiteiten, daar heb ik net al een beetje ingegaan, zijn heel erg leuk om te gebruiken. Wapenkeuzes zijn absoluut fantastisch. Je kan het zo gek niet bedenken. Bazooka's met kogels die je leiden. Als je reload dat er nog een kleiner wapentje uitkomt die je dan protect. Allemaal slide opties die je natuurlijk kan aanpassen. Heel veel customization opties voor je poppetje.
Heel veel customization opties voor je wapen. Denk aan camo, denk aan hangertjes die je erop kan hangen. Allemaal leuke shit. Ook de particle effects vond ik heel goed in deze game. Bijvoorbeeld als enemies explodeerden. Explosies zagen er goed uit. Enemies zagen er heel erg leuk en interessant en variërend uit. Ik heb heel veel variatie gezien in de enemies. Dus dat is helemaal top. En sowieso grafisch over het algemeen was het gewoon top tier voor een Borderlands game. Absoluut een 10 grafisch gezien. En gameplay ook natuurlijk super satisfying. Daardoor is het gewoon ook wel een van de betere Borderlands games die we hebben gespeeld. Als niet de beste Borderlands game die wij samen hebben gespeeld op dit kanaal. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat Tiny Tina gaat bieden daarin. Nog betere graphics. Misschien nog leukere, interessantere gameplay. Ik ben heel erg benieuwd wat daarvan terecht gaat komen, dames en heren. Ik ben alleen maar meer hyped geworden voor deze game. Nou wil ik nog eventjes ingaan op de DLC's die deze game te bieden heeft. Want volgens mij zijn het er een stuk of 6 die we nog kunnen doen. Die er ook interessant uitzien. Nou, op dit moment heb ik de game verwijderd, gewoon voor opslagpurposes. Maar we zijn er allebei wel achter gekomen dat we deze game niet helemaal los kunnen laten. Hij hangt nog op het vingertje bij ons. We gaan misschien in de toekomst nog wel eens een keer wat DLC's samenspelen. Omdat die natuurlijk ook gewoon super tof kunnen zijn. En dat biedt natuurlijk weer een hele andere kijk op Borderlands. Dus ik ben ook zeker benieuwd wat dat allemaal te bieden heeft. Dus mensen, ja, het is echt een hele goede Borderlands game. Op één heel groot nadeel na dat het gewoon veel te makkelijk is. Als deze game nou net iets meer challenge had gehad en net iets meer intensiviteit gehad had, als bijvoorbeeld de pre-sequel of zoiets, dan was het de perfecte Borderlands game geweest. Het is een goede Borderlands game, maar het is nog niet echt helemaal daar waar het moet zijn. En wat ik dus van Tiny Tina verwacht is dat het net zo mooi eruit ziet, net zo gave customization opties heeft, net zo gave side missies heeft en gewoon hoofdmissies, het verhaal goed is, maar dat het dat co-op gevoel weer een beetje terug gaat komen. Dat hoop ik echt voor die game. Maar dat is alleen maar even wachten en zien. Voordat wij natuurlijk met die game aan de slag gaan, gaan we met een andere game aan de slag. Dat is Heavenly Bodies. Dus ook coöperatief gezien. Alleen is Captain Gold nog niet helemaal mee eens over de prijs. 20 euro. Maar ja, we gaan natuurlijk meemaken of die game het helemaal waard is of niet. Voor het gigabyte in ieder geval zeker niet. Maar dat wordt hooguit gewoon lachen. En dan komen we zo snel mogelijk gewoon weer terug, dames en heren. Als we die pauze hebben genomen. In de Borderlands saga, Tiny Tina. Dus om nou eventjes een officieel cijfertje voor deze game te geven. Daar ben ik al wel goed over uit. Ik ga deze game gewoon een dikke 8 geven. Je ziet gewoon hoeveel moeite erin is gestoken. We hebben heel veel plezier gehad in deze game. Heel veel leuke momenten hebben we meegemaakt. En alleen moeilijk was het niet. Als het nou net iets meer coöperatief moeilijker was. Als je meer moest communiceren. Was het makkelijk een 10 geweest. Maar dat is het gewoon niet. Dat is gewoon de eindbaas was gewoon net iets te grote. Iets te grote bummer voor waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Om het echt hoger dan een 8 te hoeven geven. Ik vind het vervelend dat het niet hoger kan. Maar ja, dat is gewoon, het was wel gewoon een groot nadeel van de game. Maar een 8 is alsnog gewoon een heel, heel goed cijfer natuurlijk, dames en heren. En ik raad jullie, als jullie deze game niet hebben gespeeld, of juist misschien wel al een keer alleen hebben gespeeld, raad ik je zeker aan om gewoon met iemand anders nog een keer te spelen. Want het is gewoon echt super tof. Captain Gotham had hem van tevoren ook al wel gespeeld. Maar ja, hij wist er niet zo heel erg meer van. De game is natuurlijk uit 2019. Dat is alweer een tijdje geleden. En dat maak ik nou weer goed door. Want in mijn eerste impressies helemaal back in the day had ik gezegd dat het uit 2016 kwam. Geen idee hoe ik daarbij kwam. Maar 2019 kwam deze game uit. En de replay value is daar. Als je nog niet gespeeld hebt, ga alsjeblieft even checken, want het is een hele goede game. En het is eigenlijk, we zijn op het juiste moment eigenlijk op het juiste moment in de Borderlands saga gestapt. Want ik kon letterlijk alle games gewoon bingen. Omdat ik zo laat was, heeft het wel voordelen gehad. Want ik kon met 1 beginnen, kon gelijk door met 2, kon gelijk door met de pre-sequel, kon gelijk door met Tiny Tina's Sultan Dragon's Keep. En ik kon gelijk door met Borderlands 3. En daarna kan ik gewoon gelijk Tiny Tina Wonderlands oppakken. Dus dat is het voordeel natuurlijk als je laat bij een game franchise bent. Dat je gewoon letterlijk alles lekker kan bingen. Dat je nergens voor hoeft te wachten. Dus het is gewoon perfect, dames en heren. Maar we vallen misschien wel in de gat als we Tiny Tina hebben gespeeld. Daar komt trouwens nog wel. Er is een Telltale serie van de Borderlands. En dat is iets totaal, maar dan ook echt iets totaal anders, dames en heren. Dat zijn eigenlijk letterlijk een soort van cutscenes of stripachtige filmpjes van de Borderlands characters, de in-depth characters, hoe ze zijn ontstaan, wat hun background stories zijn.
En dan moet je eigenlijk keuzes gaan maken om bijvoorbeeld de game goed of slecht te laten aflopen. Of gewoon de koers te wijzigen van het verhaal van dat spel. Van die Telltale Story. Daar zijn plannen voor om dat samen te doen. En samen overleggen van welke keuze gaan we daar maken, wat gaan we dan doen. Dus totaal geen actie, totaal iets helemaal anders wat je gewend bent. Dat is wel ook wel heel erg interessant, net als bij Wii Beheer. Heel veel communicatie, minder hersenloos schieten, meer nadenken, meer overleg met elkaar. Minder onzin vertellen, al is dat ook natuurlijk, mag dat ook natuurlijk zeker ter plaatse wezen. Maar het is gewoon voor de variatie leuk. En dat betekent, als we die hebben gedaan, dat we letterlijk alles van Borderlands hebben gespeeld. En daarna hebben we ook wel wat plannen. We hebben Ghost Recon hebben we volgens mij staan. Gaan we wellicht spelen. Maar dat is allemaal voor in de toekomst. We gaan natuurlijk zorgen dat de content eruit wordt geblazen. En dat de content gewoon hoog blijft. En ja, ik ben heel erg benieuwd of jullie misschien ook wat dingen weten voor games. Laat even weten een reactie. Start gewoon een discussie in de comment sectie. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Maar zijn jullie het eens met de sterke en de slechtere punten die ik in deze game heb opgenoemd? Ik ben ook echt benieuwd of Captain Gotham het ermee eens is. Ik weet dat Captain Gotham geen reviews doet. Maar hij kan natuurlijk altijd zijn bijdrage leveren in de comments. Dus mensen, ik denk dat het hier wel voldoende. Ik denk dat ik voldoende heb gezegd over deze game. Ik heb voldoende gezegd over de toekomst van het verhaal van ons kanaal. En ik ben echt hyped om gewoon verder te gaan in dit verhaal samen met Captain. En ik hoop dat jullie ook hyped zou zijn. Mocht dat nou het geval zijn, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk dat belletje drukken om door te zijn van elke nieuwe video. Elke dag om 4 komt natuurlijk een nieuwe video online. Om 10 uur als er een bonusvideo is. Als er een bonusvideo is, kun je dat op Instagram zien. Michaels 2000 heet het. Dus ga daar zeker ook even naartoe. Check eventjes mijn updates op mijn kanaal uit. En dames en heren, dit was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de achtergrond, van de intense achtergrond gameplay. En van de review. Dus, Tiny Pingwings, ik ga jullie achterlaten. Infinity is out.